Ja, lieve mensen, dit is de eerste Insta-takeover. En we zijn hier met Guido Spek. En wij mogen gewoon vandaag backstage mogen wij. Ga ik jullie meenemen. Is het Animal? Nee, dit is goede tijden. De officiële. Yes, lieve mensen. Nou, nu het eindelijk een keer mag dat we backstage mogen filmen, ga ik natuurlijk alles filmen. Alleen wat het enige wat niet mag is tijdens de repetities natuurlijk. Maar dit is de lift waar iedereen altijd in zit. En nu ben ik geroepen om naar beneden te gaan. En lieve mensen, eigenlijk is natuurlijk de bedoeling dat wij die 100.000 followers halen. Dus zeg het ook tegen je vrienden en zeg van, hey, volg jij goede tijden al? Zo even aantikken. En nou, waar we nu zijn is eigenlijk de make-up. Yes! En het is vandaag maandag, dus dat betekent dat het hier bij goede tijden repetitiedagen zijn. En kijk, eigenlijk hier worden wij altijd opgemaakt. Alleen is vandaag helemaal niemand, want ja, het zijn repetitiedagen. Dus dus kunnen we al gelijk weg hier. Hey Dylan! Kijk, casual niet kijken. Hey! Je bent op de GTST Instagram account. Hallo? Oké, een foto, Dylan? Ja, met mijn tasje. Oké, met je tasje. Waarom is je tasje zo belangrijk, Dylan? Oh, kijk, daar is Eve. Waar is je tasje, Eve? Moet ik hem meenemen? Nee. Ja, oké, ja. Yes, lieve mensen. Het was kort maar krachtig, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Want ik moest net ook even repeteren, dus vandaar dat ik ook niet meer kon maken. Maar zeg vooral of je het leuk vond of niet. En misschien, wie weet, misschien nog een Insta takeover. Yes. En laat ook vooral weten of we vaker live moeten gaan, of je dat leuk vindt of niet. Want als jullie zeggen, ja, heel leuk. Want dan gaat de mensen, directie en mensen van social, vinden dat heel tof. En die moeten daarna luisteren. Die moeten dan naar jullie luisteren. Dus wij hebben heel veel macht. En jullie vooral. Zo, goedemorgen. Jongens, het is nu 6:15 volgens mij. En mijn werkdag begint vandaag. Ja, ik ben in mijn kleedkamer aangekomen en we gaan beginnen met de Instagram takeover. Ik ga snel eventjes andere kleren aantrekken, want dit is nog Brit. En ik ga me even omturnen naar Kimberly en dan gaan we de visagie in. Het grootste deel heb ik nu aan. Hier zie je het een beetje. Ik ga nu naar Vichy toe. En dan gaan we zorgen dat ik weer een beetje normaal uitzie vandaag. Oké, we zitten in de Vichy! Ja! Ja, we zitten klaar. Hier hebben we alle producten tot aan haarproducten, make-up producten. En hier word ik altijd mee gemaakt. En we gaan dan met make-up en haar beginnen. Dit is brood. Elke ochtend lekker vers brood. Lekker man. Lekker. Wil je nou... En elke keer als we... 5 minuten! Checkjes halen. Elke keer als we beginnen met spelen moeten we checkjes halen. En dat is bij kleding en make-up. Dus dat ga ik nu doen. Bijna naar de set. Dan natuurlijk ook eventjes een checkje bij kleding department. Ben ik zo goed? Ja, schat. Meer dan je ook een knappe bra. Zekers. Knappe bra. Oké, we lopen naar de studio. Stilte in verband met opname. En dan gaan we straks echt beginnen met de scène. Helaas kan ik dat niet filmen, maar wel de deur waar we doorheen moeten. Yes! Is het nog jouw takeover? Ja! Oh, ja. Ja, joh! Oh, succes met de scènes, jongens! Succes, jongens! Ik loop nu door de welbekende rode gang. Daar moet ik elke keer overheen lopen als ik naar mijn kleedkamer moet lopen. Maar wij lopen nu naar de kantine toe, want we gaan even lekker lunchen. En ik dacht, dat heeft nog niemand laten zien, dus dat doe ik wel eventjes. De kantine!
dit is de huiskamer met allemaal chille banken, stoelen, dingen en de bar. En daar kan je eten bestellen, drinken bestellen. En dan hebben we ook nog eens een echte kantine waar je dus echt gewoon gemaakte broodjes en van alles. En dat is ook heel lekker. En dan toch nog even snel de kantine waar je ook nog meer kan halen. Dat is van alles gemaakt, gekookt, bij elkaar gesteld. Soepen, salades, fruit, drinken, echt van alles. Top! Oh mijn god, ik wou de Instagram live ding opslaan, maar dat ben ik helemaal vergeten. En nou is hij weg, dus dat spijt me. Ik vond het heel leuk om live te gaan. Ik vond het heel leuk om de Instagram over te nemen. En wie weet tot de volgende keer. En veel plezier morgen bij een nieuwe takeover!